job te doen in deze wereld. Wij moeten onze bijdrage leveren aan een wereldeconomie, ook aan de cultuur, ook aan de waarden die wij hebben, in de hoop dat andere mensen die waarden met ons willen delen. Als ze naar hier komen als migranten, maar ook als wij met hen handel drijven, als wij met hen overeenkomsten sluiten. Dit is dus een moment van bezinning. Vermijden zij het al. Wij moeten Vlaming zijn om Europeër te worden. Je moet toch iets zijn om iemand te betekenen in Europa. En dat heb je gezien met de hardnekkigheid waar de IJslanders mee voetbalden. Wel, dat is ook de hardnekkigheid waarmee wij zelf moeten in de wereld staan. Sportief, maar bereid om samen te werken. En ik heb moeten kijken naar dat Franse team, dan is er ineens geen sprake meer van racisme, van blank en zwart. Dan juicht heel Frankrijk om die lenige Afrikaners die tussen die profs staan en die maken dat dat voetbal mooi is om naar te kijken, zelfs voor een leek in het voetbal als ik. Wij hebben dit gevoel van gemeenschap nodig. En gemeenschap maken doe je niet in je eentje. Je moet daar anderen bij hebben. En daarvoor zijn de traditionele kanalen een beetje weggevallen. Wij zien onze partijen niet meer als een opgave voor het leven. Ik eigenlijk wel. Met mijn partij, dat was mijn familie. Die familie is uiteengevallen. En ik kan niet een andere partij omhelzen. Maar ik zie dat partijen noodzakelijk zijn. Maar wat nog meer noodzakelijk is, dat is dat de mensen erin participeren. Dat ze in hun kerk, als ze daar nog naartoe gaan, weten dat ze niet tot de macht behoren, maar tot degene die bepaalde waarden dragen. En die waarden ook willen doorgeven aan de volgende generaties. Ze zijn gewoon te belangrijk. Wanneer je echt bewust in de wereld staat, dan weet je wat je opgave is. En dan weet je ook dat je er niet alleen voor staat. Maar dan moet het wel gelden voor die nieuwe buur, die misschien, ik weet niet of er in Brakel al mensen rondlopen, die een sluier dragen. Maar in mijn dorp, vlakbij Sint-Niklaas, wel al. Het is ook maar een landelijk dorp. Waar men eerst een beetje opgekeken heeft, maar ze horen er nu bij. En zo is Vlaanderen aan het veranderen. We hebben destijds de dichters horen zeggen, de taal is gans het volk. En we zien nu dat zoveel mensen met zoveel talen naar ons land komen. Mijn zus is leerlingenbegeleidster in het Atheneum van Sint-Niklaas. En daar hadden ze een paar jaar geleden al 49 moedertaal. Dus al die kinderen komen daar, spreken thuis hun moedertaal en komen dan in een school terecht waar het Nederlands de schooltaal is en waar die schooltaal voorbereidt op een volwaardige participatie in deze gemeenschap. Want wij misgunnen niemand zijn godsdienstige overtuiging, dat hoop ik tenminste. Maar om mee te doen in deze gemeenschap, moet je natuurlijk toch bepaalde waarden van deze gemeenschap erkennen en willen delen. Je moet bereid zijn om deze taal te leren als je in deze taal iets wil bereiken. Aan job, aan carrière, aan studiemogelijkheden. Maar voor de rest is alles toegankelijk. En laat ons dat dan zo houden. Want eerlijk gezegd, rijker dan onze ouders zijn we beslist. Sommige mensen hebben schrik. Ik moest deze week spreken in Exaarde voor Okra. En daar zeiden de mensen ons pensioen. Natuurlijk, dat is allemaal heel belangrijk en het is bij ons beter geregeld dan in andere landen, en het zal niet makkelijk zijn om dat te behouden, maar daar moeten we wel voor staan, dat we dit doen, dat we dit niet laten afbreken.
onze sociale zekerheid. U sprak daarnet in de vloer over mijn dochter die in Australië woont. Wel, ik kan u garanderen dat de sociale zekerheid daar heel wat minder is. En daar is het zelfs zo ver dat op een gegeven moment er zo weinig vastbenoemden zijn in de administratie, dat hele delen van de administratie leegvallen als ze op een andere manier kunnen verdienen.